Peter, nou heb jij vaak met justitie... Ik bedoel, de aanleiding is een broodje, maar de arrestatie is niet het broodje, maar is het verzet daartegen. En dit is het beeld wat we zien. Als jij dit ziet... Nou ja, de inzet van de politie is een betere zaak waardig, zou ik zeggen. Ik heb in de gauwigheid, geloof ik, 12 of 13 man geteld. En dat is natuurlijk absurd voor iemand die in het openbaar vervoer een broodje zit te eten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat had mij ook kunnen overkomen. Ik ga niet vaak met de bus, maar ik kan me best voorstellen dat ik dan een broodje gepakt had. En als iemand dan gezegd had van, hé, je mag geen broodje eten, had ik misschien ook nog wel gezegd, wat, hoezo? Dus... Ja, maar wat je vaak ziet in dit soort zaken is dat op een gegeven moment het point of no return wordt gepasseerd. Hè? Men belt de politie, die komt dan. Ja, dan is er geen weg terug meer. En dan willen ze hem per se meenemen eigenlijk. Terwijl dat broodje al lang weggestopt is. De hele kwestie al opgelost is. Nou ja, ik begrijp ook wel weer dat hij dan zegt, ja, maar waarom moet ik mee? Waar slaat dat op? Ja, maar dan zijn ze dus al uitgerukt. Dan staan ze in die bus en dan gaan ze niet meer zeggen van... Dit gaat eigenlijk nergens over. Sterker nog, dan stribbelt hij tegen en dan roepen ze assistentie op van collega's. Nou, die komen als ze de melding krijgen dat er assistentie verzocht wordt omdat iemand tegenwerkt. Ja, die komen als vliegen op de stroop af dan. En dan is het hele circus compleet. Nou, is er veel over gediscussieerd. Want je hebt een groep mensen die zegt van belachelijk dat dit gebeurt. Waarom komt de politie inderdaad met zoveel man op zo'n simpele zaak? Je hebt ook een groep mensen, Jochem Meijer is er één van, die zegt van ja, maar sorry. Als je niet luistert naar de politie, ik vertaal even wat hij zegt. Kijk maar even naar zijn tweet. Als je niet luistert, als je de politie aanhoudt, werk je gewoon mee. Schuldig of onschuldig, wat los je op met tegenstribbelen? Je verliest altijd. Nou ja, dat is natuurlijk zo. Maar je moet je toch afvragen, waar gaat dit nou eigenlijk over? En ik krijg dagelijks zaken op mijn bureau. Daarom irriteer ik me hier toch wel een beetje aan. Ik krijg dagelijks zaken op mijn bureau waarbij sprake is van echte misdaad. Waar echte mensen slachtoffer van zijn geworden, waarvan de dader bekend is en waar de politie helemaal niets aan doet. Daar komen niet 14 man, daar komt niet eens één man. Sterker nog, die mensen kunnen vaak niet eens aangifte doen en die worden afgepoeierd en weggestuurd. Nou, en als ik dan zie dat er zoveel machtsvertoon is om een jongen met een broodje uit de bus te halen, dan denk ik wel eens van, nou, er had toch op een gegeven moment iemand moeten roepen, jongens, dit gaat nergens over, laat iedereen weer aan zijn werk gaan. En zeg tegen die jongen dat hij dat nooit meer moet doen en rijden met die bus. Er is ook een getuige in de bus, want die hebben gereageerd ook op jou. Want ze vonden je op een gegeven moment vonden ze je wel irritant. Want ze zeiden van, doe dat broodje gewoon weg. Een van de getuigen die zegt vervolgens dit tegen de politie. Pa, nee, ik vind het heel ongerecht wat hier nu gebeurde. De buschauffeur heeft gelijk. Wij zijn ervoor opgekomen. Maar hij is op een gegeven moment zijn broodje ingepakt om te pikken wat dan heb je gezegd. En ineens wordt er iets hier en... Ik snap jou, maar wij komen voor jou op. Okay. Wij komen voor jou op. Hij luistert naar mij, hij doet zijn broodje inpakken. Niks meer aan de hand. En dan gebeurt dit. En ik vind het... En wat riep je allemaal achter mij aan? Nee, hij riep tegen jou een paar dingen en toen hebben we mijn opa en met jou ook bemoeid, snap je? Om het rustig te houden. Maar hier krijg ik nog meer, snap je? Nee, maar... Dit is toch niet leuk voor hem? Het is niet leuk voor hem, het is niet leuk voor de mensen. Ja, dit is zo overdreven. Je zou bijna zeggen, het is een broodje aap geworden. Zou het jou kunnen gebeuren, Tim, dit? Weet ik niet. Natuurlijk. Ik bedoel, je staat in de bus, je bent iets aan het eten. Maar ik denk dat tegenstribbelen misschien... is het een beetje zoals mensen dat zien. Maar het kan ook schrik zijn. Als er een keer zoveel mensen op je afkomen... dan denk je ook van, oké, wat gebeurt hier? Het kan ook gewoon verbazing zijn en dat dan vervolgens de reactie dit is. Ja, het is wel echt extreem. Dit is wel bizar. Kijk, het is voor de politie natuurlijk, als ik even aan de kant van de politie zit... het is voor de politie ook heel moeilijk in te schatten. Hè? Want aan de ene kant heb je bijvoorbeeld tijdens oud en nieuw... en hulpverleners en buschauffeurs, die worden ook heel erg bedreigd. Ja. Dus het moment dat er een melding binnenkomt van een chauffeur die zegt... ja, ik voel me onveilig, dan grijpt de politie eigenlijk heel kordaat in... Ja. Maar dan zeg jij, dan moet je ter plekke moet je ook nog blijven nadenken om te kijken wat is hier nou eigenlijk gebeurd. Ja, dit is natuurlijk altijd de moeilijkheid bij dit soort kwesties. En het verweer van de politie is ook, en niet eens altijd ten onrechte, dat zo'n filmpje natuurlijk maar een gedeelte van de affaire laat zien.
We weten natuurlijk niet goed wat hij nou precies heeft gezegd. Hè? Hij vertelt hier zijn verhaal. Maar goed, de politie zal daar misschien een andere visie over hebben. Maar dan nog moet je het altijd weer blijven relateren aan de vraag... waar gaat het hier over? Een jongen die een broodje in de bus eet. Nou, dan moet je toch zorgen dat je gauw weer met het echte politiewerk bezig bent.